Ik kom hier net aan, maar er heerst hier een soort van serene rust. Ja, zeker. Ik krijg een beetje kippenvel ervan. Nou, dat heb ik niet gauw, maar in dit geval heb ik toch even kippenvel. Kunt u omschrijven wat voor sfeer er hier nu heerst? Ja, een beetje luguber. Echt dood en doodstil. Ik liep toevallig sowieso hierheen, want we gingen hierheen. En toen zei een maat tegen me van ja, hij is dood. Ja. Dat is toch wel heftig. En toen dacht ik, ja, loop ik nog even langs. Dus ja. Ah, ik vind het heel verdrietig wat hier nu, dat Peter R. vanmiddag gestorven is. En ik wens de familie en alle dierbaren van hem heel veel sterkte toe. En ik hoop dat dit toch een keer gaat stoppen. Geschrokken. Ook al misschien ook wel verwacht. Dat hoop je natuurlijk niet. Ook voor de familie, collega's. Maar ja, toch een soort van laten zien dat ik echt achter hem stond. Wel met zijn werk, hulp. Dus ja, ik vond het gewoon belangrijk om hier even naartoe te gaan. Bizar. Bizar. Het is natuurlijk al een week geleden. Dus ik had het eigenlijk ook wel ergens verwacht. Maar ja, zoiets komt toch heel raar aan. Mensen zeggen wel van dat het on-Nederlands is, maar het is de laatste jaren zo vaak gebeurd met Pim Fortuyn, Theo van Gogh. Natuurlijk ook die advocaat. Ja, het is gewoon heel naar.